Oké, mensen, ik ben ondertussen even bezig met een klein eventje. We hebben nu twee ringen en we gaan natuurlijk gewoon proberen even dit event snel te winnen. Want ja, Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. KillaJ. En vandaag zijn we terug op GTA Online, want er is een nieuw vliegtuig uit, mensen. En dat nieuwe vliegtuig wil ik vandaag eens gaan uitproberen. Daarnaast was ik dit weekend ook jarig en zijn er dus een paar dagen geen video's online gekomen. Het spijt me, ik wou nog een livestream doen zaterdag, maar dat ging helemaal fout, dus dat is er ook niet van gekomen. Oh, wat is mijn leven toch ook soms moeilijk. Nou ja, valt best mee, maar ik vind het wel gewoon kut dat er geen video's online kwamen. Dus sorry daarvoor, maar als goedmakertje heb ik wel merch wat je kunt bestellen. Natuurlijk deze pet, shirt en trui. Hottest merch in the game, dus wees er zeker van dat je even naar het linkje in de beschrijving gaat. KillaJ merchandise link of naar www.killaj.nl. En ja, get yourself some merch. In ieder geval, wij gaan vandaag een nieuw vliegtuig pimpen. Een best wel vet vliegtuig. Ik heb hem een beetje gezien op de plaatjes van Rockstar. En hij ziet er fucking vet uit. En ik wil hem natuurlijk ook hebben, want ja, we hebben hier een hele mooie garage, zoals je kunt zien. En deze garage moet natuurlijk helemaal volgevuld worden met vliegtuigen. En ja, dat is een van de vliegtuigen die wel op mijn lijstje staat. Dus laten we zo meteen even ons mobiel erbij pakken en dat vliegtuig natuurlijk gaan bestellen. En als jullie willen, even op de like-knop drukken en even abonneren als je nieuw bent. Zou heel chill zijn. Dankjewel ervoor alvast. En deel deze video natuurlijk even met al je vrienden. Dat is echt het belangrijkste wat je kunt doen. Want op die manier wordt de KillaJ Army groter, groter en nog groter. Dus als je dat zou willen doen, zou super nice zijn. Ik ga alvast even dat vliegtuigje bestellen. En dan is het tijd voor een nieuwe Pimp My Flight. Oké, mensen, laten we ons telefoontje er even bij pakken. En volgens mij staat hij gewoon bij Warstock, dit vliegtuig. En dan moeten we even goed kijken. Ja, hier is die, de Mogul. En de Mogul is dus het nieuwe vliegtuig die we vandaag kunnen bestellen. Het is een 3-persoons vliegtuig. En voor de Buy It Now prijs betalen we 3,1 miljoen. Dus dat is best wel weer duur. Maar als ik zo naar de plaatje kijk, een mooie turret bovenop. Ik ga ervan uit dat hij ook wel weer bommetjes kan droppen. Ik hoop dat hij ook hele mooie, ja, andere dingetjes heeft natuurlijk. Ja, zoals mooie paintjobs die erop kunnen en zo. Maar dat gaan we zo meteen allemaal zien. We gaan hem ook natuurlijk testen. En hopelijk wat mensen ermee killen in GTA Online. Er zitten behoorlijk wat kijkers van mij in deze lobby volgens mij. Dus die kunnen mij misschien helpen door in een vliegtuig te stappen. Dat zou heel chill zijn. In ieder geval, we moeten hem natuurlijk eerst gaan kopen. En ja, het koopproces is altijd zo lastig. Want kijk, daar gaat weer 3,1 miljoen van mijn rekening af. En ik weet nog wel dat we begonnen met 900. En dat is inmiddels 568 miljoen. En dat, daar hebben we 3 maanden over gedaan, mensen. Dus iets langer, misschien 4 maanden. Misschien 4 maanden, maar het geld gaat zo snel. Nou ja, geef 10 maanden. Ik heb dit account in januari. Dus 10 maanden. Geld gaat te snel op, mens. Maar laten we even gaan wachten tot het vliegtuig is gedeliverd. En dan gaan we hem even lekker pimpen. En we moeten natuurlijk ook onze garage een beetje anders indelen. Want anders wilde hij er waarschijnlijk niet in. Of onze hangar eigenlijk, om het beter te zeggen. Oké, mensen, ik ben even gaan liggen. En ondertussen is onze mogul gedeliverd naar de garage. En weten jullie nog wel vorige keer met dat grote vliegtuig wat we toen hebben gekocht? De Bambushka. Laten we eerst even uit het bed stappen. De king-size bed. Ik snap niet dat hij lekker helemaal erin gaat liggen, maar hij ligt altijd zo awkward op de zijkant. Maar in ieder geval, weten jullie nog wel de vorige keer met de Bambushka? Weet je nog wel dat grote ding wat je nu in beeld ziet? Daar zo, ja, daar verderop zo, dat ding, ja. Ja, die werd dus maar niet gedeliverd, dacht ik. Maar het blijkt dus gewoon dat je gewoon je garage anders kunt indelen. En dat die dan op een gegeven moment tevoorschijn komt. En de mensen die dat nog steeds niet weten, let nu even goed op. Want je kunt hier naar de achterkant van je hangar lopen. Ja, dit is de achterkant, niet de voorkant. Dit is de achterkant van de hangar. En dan kun je naar dit mooie apparaatje toe. En dat is je access panel. En dan kun je, zeg maar, op je floor kun je, zeg maar, alles verwijderen. Dus ja, bijvoorbeeld storage. Storage, there we go. En nou staat er wat in de storage. En zoals je kunt zien is er nou heel veel ruimte vrij. En als je dan naar je storage gaat, je mooie storage unit, dan kun je bij mij zien dat er nu 2 Bambushka's staan, omdat ik er 2 heb gekocht. Maar de Mogul is dus ook terug. En de Rogue en de Alpha Z1 is gedestroyed. Nou, laten we de Mogul er even neerzetten. Die zetten we mooi daar neer. Medium slot 5. Bam, helemaal mooi. En dan hebben wij een mooie Mogul in onze garage. En dan is het nou tijd natuurlijk om deze Mogul even te gaan vliegen. Want ja, als je eerst even vliegen, weet je, take it for a spin, zoals je net in beeld zag staan. Dat is belangrijk, want we willen hem eerst even uitproberen en dan zien hoe die na de test natuurlijk doet. Want zo doen ze dat met echte vliegtuigen ook. Dit is dan een videospel, maar met echte vliegtuigen worden die dingen ook eerst getest. Ik snap niet waarom we dat mooie deurtje achterin niet gebruiken. Moeten we weer door de voordeur, natuurlijk. En dan gaan we nu even naar buiten. Gaan we even lekker vliegen. Gaan we even kijken hoe het ding werkt. En het is regenachtig, geen kut weer, maar dat maakt niet uit, oké? We're gonna turn this plane into something brand new. Hij is langzaam. Hij is echt heel langzaam. Waarom is dat ding zo lang? Oh, wat zit er achter mij? Oh, het is Appeltje. Hoi, Appeltje! Hallo! Appeltje wil misschien meehelpen. Dat is leuk. Ik ga wel even... Oh, oh, oh. Ja, turbulentie, alles. Oké, abort mission. Abort mission. We gaan terug naar de legerbasis. Niet neerstorten, Joey.
Oh, dat water komt zo dichtbij. Oh, ik hoor het gesuis ook gewoon keihard van het vliegtuig, maar we gaan weer landen. Appeltje wil misschien wel meehelpen. Zo, perfecte landing. We gaan hem eerst maar even pimpen, want op dit moment is het nog heel langzaam. En dit is ook weer iets goeds voor jullie, want dan kunnen jullie er uiteindelijk achter komen of het ding een koper waard is. Zo, we zijn weer terug bij de hangar. Het heeft even geduurd. Die lange taxiweg natuurlijk en alle mensen die om je heen lopen waarvan je niet weet of je ze kunt vertrouwen, ja of nee. Maar we zijn terug bij de hangar, mensen. En we kunnen nu eindelijk beginnen met het modifieren of het pimpen van deze aircraft eigenlijk. Want ja, hij moet er natuurlijk uiteindelijk super cool uitzien en dat is wel de bedoeling. Dus gaan we dat ook gewoon lekker proberen. En laten we eerst even beginnen met een armor upgrade. Want dat is natuurlijk wel altijd het belangrijkste. We worden veel beschoten in de lucht op onze missies. En hoeveel te meer armor, hoeveel te meer kogels je vliegtuig kan hebben. En uiteindelijk dus ook hoeveel te langer je vliegtuig kan blijven bestaan. Het enige nadeel is wel van de armor upgrade dat je vliegtuig natuurlijk een stuk langzamer wordt. Terwijl die al fucking langzaam was. Dus ik hoop dat hij nu überhaupt nog de lucht in gaat. Maar ja, daar moeten we dan zo meteen maar achter zien te komen. Volgende is de countermeasures. En ik heb dus gehoord van mensen dat we flares erop kunnen zetten. Maar ook iets anders. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik weet niet wat chaff is. Deploy the chaff countermeasures to block incoming missile lock-on capacity 10. Deploy the flares to countermeasures to redirect incoming missiles capacity 20. Dus deze is om je... Nou ja, we gaan het in ieder geval gewoon lekker erop zetten, die. Maar je kunt er dus ook smoke op zetten. En dat is dus niet... Deploy the smoke to create a smoke trail and disorientate... Nee. Mensen die tegen mij gezegd hebben, je kan meer erop zetten, dat is dus ten eerste niet waar. En ten tweede, smoke is echt heel onhandig, want... Niemand raakt gedesoriënteerd van smoke. Je kan die trail alleen maar mooi volgen, zodat je het vliegtuig altijd weet waar het vliegtuig is. Het is niet zo dat je 20 verschillende smoke trails geeft. En dat mensen dan denken van, oh my god, waar is het vliegtuig? Nee. Mensen, je kan beter flares doen, want flares die zorgen ervoor dat je vliegtuig geen raketten op zijn kont krijgt. En dat is belangrijk. Oké, volgende, engine. Beste engine die er is, IMS upgrade level 4, want we willen natuurlijk dat dit ding wat sneller gaat vliegen, rijden, gewoon alles sneller, oké? Sneller de lucht in, sneller naar beneden, daar is dat wel belangrijk voor. Race handling natuurlijk, voor die smooth handling, aangezien het al een langzaam ding is, mag dat allemaal wel wat sneller gaan. En daarvoor is de race handling natuurlijk super belangrijk. Livery, daar was ik heel benieuwd naar. Even kijken hoor, wat voor liveries zijn er allemaal? Even kijken of er een beetje vet is. Daarnaast kunnen we de clutch natuurlijk ook gewoon nog aanpassen. Duty calls, dit is een beetje zo'n Amerikaanse livery. Deze trouwens ook hoor. Maar deze ook. En die, oh, het is al een beetje allemaal. Dit is, weet niet, expendable. Oh, van de expendables. Yeah, oké, dat is ook wel vet. En wat is dit? Private mogul. You gotta get this right. Is lastig, ja, inderdaad. Ik denk duty calls. Bro, beter stop je met roken. Oké, duty calls en dan respray, primary color. Mat of metallic? Metallic. Even een vette kleur. Dat lijkt er vet bij. Dat wine red is wel een vette kleur op zich. En dan de secondary color. Natuurlijk ook metallic. Ik denk toch black en yellow. Wacht, we maken dit yellow. Dat is orange, Joey. Yellow, die. En dan metallic black. Zoals het goed is de bovenste. There we go. Nou, we black en yellow. Dat ziet er best wel ziek uit. Weet je, het is wel afschrikken toch als ik zo achter je vlieg, toch? Ja, ik hoop het wel. Oké, even kijken hoor. Thrust. Jato Thrust, dat zijn dus die boosters. Dat is wel handig op dit vliegtuigje. Bombs. Ga voor cluster bommen. Primary is een dual 50 cal turret. En secondary is een dual nose machine gun. There we go. Oké, dat is het sterkste wat je kunt krijgen qua wapens. En dan is zo het vliegtuigje af. Alleen moeten we natuurlijk nog wel even testen of dit vliegtuigje natuurlijk überhaupt wel mensen kan aanvallen. Dus we gaan even onze hulptroep in actie nemen. En ja... ja, exit workshop, there we go. En dan gaan we even vragen of mensen ons willen helpen. Oké, mensen, ik heb gezegd, wie mij wil helpen, die moet naar Los Santos Airport komen. We kunnen nu gelijk even de Jato Thrusters uittesten, denk ik. Toch? Ik weet niet precies hoe die dingen werken. Hoe werken die dingen eigenlijk? Geen F, G misschien? Nee, dat is gear. Nope. X, C, nee, Z, nee. Ik weet niet hoe de thrusters werken. Dit is...
Nou, ik weet het echt niet. We gaan maar even uittesten op Los Angeles Airport. Daar gaan we natuurlijk eerst naartoe nu. En dan hopelijk worden we daar bijgestaan door onze vrienden. Want er zijn wel een aantal mensen die zeiden dat ze wouden helpen. Oké, mensen, ik ben ondertussen even bezig met een klein eventje. We hebben nu 2 ringen en we gaan natuurlijk gewoon proberen even dit event snel te winnen. Want ja, everyone knows, winning is the only thing that counts. Dus laten we zoveel mogelijk ringetjes even pakken. Ik zie best wel wat ringetjes hier ook en zo. Deze man die gaat het volgens mij ook proberen. Of is iemand die mij komt helpen, ik weet het niet. Maar ondertussen kunnen we best wel even wat ringetjes pakken. Oh, deze ring wordt moeilijk. Oh ja, ik ga niet erin trappen, jongens. Dat is een val van Rockstar. Die wil gewoon dat we er doorheen vliegen en opgeblazen worden. Maar daar zit ook nog een mooie ring. En die gaan we wel even pakken. En dan hebben we 5 ringen. En ja, ik weet niet of er meer mensen met ringetjes gaan komen. Eraan mee gaan doen. In ieder geval, ik zie wel veel mensen op Los Angeles Airport verschijnen nu in één keer. Dus ik ga ervan uit dat ze allemaal mensen zijn die willen meehelpen met het testen van het vliegtuig. En we hebben in totaal 2 mensen nodig. Dus de mensen die er als eerste in zitten, die hebben natuurlijk alle geluk van de wereld. Dus laten we deze nog even pakken. En die daar. En dan gaan we voor een landingje. En dan hebben we ook weer 1000 euro verdiend. Helemaal top. Ging maar in het echt zo makkelijk. Nou ja, in ieder geval even terug richting de landingsbaan. En dan onze vrienden van het goede leven even oppikken. And we got touchdown, people. We got touchdown. Oké, nou eens even kijken of er iemand is die ons wil meehelpen. Ik sta nu op Los Angeles Airport. Dus hopelijk zijn er mensen gekomen die ons willen helpen. Alsjeblieft, ik heb mensen nodig die me willen helpen. Oké, mensen, we hebben de eerste persoon opgepikt die ons wil helpen. We gaan nu even taxiën richting de opstijgbaan. Om dan te gaan opstijgen en wat bommetjes overal en nergens te gaan gooien. Ik taxi wel super hard zoals je kunt zien. Mijn achterwiel gaat er van omhoog. Dus ik taxi eigenlijk iets te hard. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. We hebben hier als het goed is nog iemand. Degene met de bounty hier zo, die wil ons ook helpen. Volgens mij. Dus laten we hem ook instappen. Yes. Hij wil ook helpen, toppie. Dan hebben we ook onze co-piloot. En dan kunnen we gaan opstijgen. There we go. Je moet via de andere kant, appeltje. Oh nee, toch niet. Oké, toppie. Appeltje zit er ook in. We hebben een volledig team. De Bumper Run kan beginnen. Dus ik ben aan het praten op Discord. Maar jullie krijgen gewoon een shout-out, oké? Want ja, het enige wat ik eigenlijk nodig heb is dat mensen met de gun gaan schieten. Als er iemand achter ons aankomt. Zodat ik eigenlijk gewoon rustig een beetje bommetjes kan droppen. Mijn eerste indruk is, het vliegtuig vliegt nog steeds best wel langzaam. Maar ja, die JATO thrusters die hebben daar waarschijnlijk iets mee te maken. Dus laten we... Oké. Hij is stressbestendig. Hij kan tegen een stootje. Alleen waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben, is hoe werken de JATO thrusters. En volgens mij is dat door op de grond. Oké. Ik ga het gewoon vragen. Hoe werken de thrusters? There we go. Hoe werken de thrusters? Give me an answer, please. I need an answer. Op grond volgens mij met E. Oké, we gaan het nog een keertje proberen. En dan gaan we eerst kijken hoeveel speed die kan maken met de JATO thrusters. Oké, there we go. Als het goed is staan we nou op de grond, soort van. Nee, het werkt niet. Je moet stilstaan volgens mij. Oké, dan gaan we dat nog een keer proberen. Door stil te staan. Oké, we gaan het nog een keertje proberen door stil te staan. Oké, mensen, we staan nu stil. Nee. Ja, there we go. Oké, het werkt wel. There we go. Oké. Met de JATO thrusters aan gaat het vliegtuig best wel snel. Dus je hebt dan een snelle take-off. Alleen, dat is het dan een beetje wat het vliegtuig heeft. Daarnaast heeft het vliegtuig natuurlijk ook de mooie flares. Zoals je kunt zien. En wat heeft het vliegtuig nog meer? Om heel eerlijk te zijn. Niet heel veel. Ja, bommetjes. Oh ja, en een gun. Een gun voorop. Deze. Die is natuurlijk heel nice. Het is ook wel een sterke gun volgens mij. En wat heeft hij nog meer? Mobility. Hij kan het wel, maar niet heel snel. Hij heeft wel een beetje mobility.
Maar niet dat je zegt van, wauw, hey, dit vliegtuig, als je deze vliegtuig niet hebt, poeh, dan hoor je er niet bij. Nee, dat is het nou net weer niet. Maar voor de rest is het best wel een nice vliegtuig. En natuurlijk, hè, het belangrijkste zijn natuurlijk deze mooie dingetjes. En dat zijn beste bommen, hoor. Dat zijn beste bommen. Zagen jullie dat explosiegeweld van onze clusterbommen? Ja, dit zijn dan wel de clusterbommen en niet de normale bommen. Dus deze zijn wel wat extra dodelijk. Zoals je kunt zien. Maar ja, voor de rest... helemaal mooi. Je kan gewoon letterlijk met dit vliegtuig wel een aardbevingje in Los Santos laten gebeuren. Alleen, dat kan bijna met elk vliegtuig waar clusterbommen op kunnen. Dus dat ligt niet aan het vliegtuig zelf. Dat ligt meer aan het type bom wat je gebruikt. Nou ja, dat aparte appartementencomplex. Als dat in het echt was geweest, was het appartementencomplex er niet meer geweest. Maar voor de rest, is het best een chill vliegtuig. Ik vind hem de looks vind ik sowieso het chillst. Maar als je hem nou wil kopen om echt mee hem aan te richten, is dit niet echt een aanrader. Voor de rest vind ik hem op zich wel oké gepimpt. Laat even in de reacties weten wat jij van dit vliegtuig vindt en of jij hem er goed uit vindt zien. En dan wil ik jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou vet? Vergeet hem dan niet nog even te belonen met een blauw duimpje omhoog. Check sowieso nog even mijn merch. Linkje staat in de beschrijving. En ga genieten van nog meer video's. Bijvoorbeeld de video's die je zo meteen in beeld ziet staan. Of misschien staan die al in beeld. Ik weet het niet. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer. Iedereen super bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet even te liken, abonneren en deel deze video met al je vrienden. En dan check ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.